Regelmatig krijg ik de vraag, hoe zorg je er nu voor, Leroy, dat je je planning uitvoert? Want weet je, die planning maken, dat lukt ons vaak allemaal, dat lukt ons vaak nog wel. Maar ook daadwerkelijk het uitvoeren ervan, ja, dat is vaak een niveautje hoger, om het maar zo te zeggen. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook gewoon zo. Hè. Het is makkelijk om erover na te denken, misschien plannen te maken. Maar het uitvoeren is de next step. Dus hoe doe je dat nu eigenlijk? Hoe zorg ik ervoor dat ik dat regelmatig doe? En wat is een handige tip voor jou om daarmee aan de slag te gaan? Nou, wat mij betreft, om maar meteen met de deur in huis te vallen, het allerbelangrijkste is echt systemen ontwikkelen. Gestructureerde systemen, gedisciplineerde systemen, om ermee aan de slag te gaan. En daar heb je meteen al te pakken. Hè? Als we een resultaat willen bereiken, dan denken we heel vaak, we moeten ons gedrag gaan veranderen. Maar wat veel belangrijker is om ons te focussen op de discipline. Dus je gedrag veranderen kan op de korte termijn heel vaak wel lukken. Maar op de lange termijn wordt dat heel lastig. En als je begint met discipline, dan gaat dat veel makkelijker. Want als jij je discipline kunt ontwikkelen, en ik vergelijk dat vaak met de wortels van een boom. En het gedrag zijn eigenlijk die takjes. En die gaan op het moment dat het gaat waaien, ja, dan die takjes die vallen heel snel eraf, om het maar zo te zeggen. En die wortels, ja, hoe sterker je die hebt getraind, dus hoe meer je op je discipline hebt gefocust, hoe sterker die boom wordt en hoe sterker die takken ook worden. Dus discipline heeft effect op je gedrag en gedrag minder op je discipline. Dus je wilt beginnen met het ontwikkelen van meer discipline. En als je dat kunt, dan ben je in staat om bijvoorbeeld ook gewoontes te ontwikkelen die dus ook blijven staan, die je onbewust gewoon uitvoert. Kijk, als jij je bijvoorbeeld heel erg kloten voelt op een dag, en je gaat, weet je, je voelt je gewoon helemaal niet lekker. Dan ga je alsnog, tenminste de kans is heel groot, dat je toch nog gaat tanden poetsen. Waarom? En daar heb je een gewoonte van gemaakt om dat op die manier te doen. En die gewoontes die kun je ook ontwikkelen op elk ander gebied wat je maar wilt ontwikkelen. Maar daarvoor heb je wel weer die discipline nodig om het dag in dag uit voor jezelf te doen en die actie te ondernemen. Dus dat is een mooie vraag voor jou. Hoe vaak train jij eigenlijk echt op jouw discipline, dus op jouw mentale kracht? In plaats van alleen misschien maar de fysieke bewegingen, maar de mentaliteit, de mindset is minstens zo belangrijk. Dus vanuit je discipline trainen, daar gewoontes van maken. En dat gaat stap voor stap natuurlijk. Dat kun je niet allemaal tegelijkertijd gaan doen. Er zijn regeltjes voor. Ja, hiervoor raad ik ook aan. Ga dan eventjes naar mijn andere video's en podcast. Ik heb er genoeg gemaakt over hoe je je discipline kunt ontwikkelen. Dus dat is voor deze. Dat is voor nu eventjes, valt het buiten de zone of buiten de, ja, hoe noem je dat, informatiebereik of zo. Maar in ieder geval, dat is dus belangrijk. Dus train jezelf op structuur. En hoe meer structuren je daarin kunt aanbrengen, ja, des te makkelijker het voor jou gaat werken. En des te makkelijker die uitvoering van jouw plannen dus ook veel makkelijker wordt. Dus begin ook niet met de planning maken en dat je alles voor jezelf moet uitvoeren. Nee, maar bepaal eens wat jij op een maandag wil doen en ga dat eens uitvoeren. En kijk nog niet verder naar dinsdag, woensdag, maar gewoon echt alleen maar die maandag. En misschien wel, maak je het nog kleiner voor jezelf, dat je niet meteen de hele planning moet uitvoeren van jezelf, maar dat je bijvoorbeeld een half uurtje per dag die jij hebt gepland, ook daadwerkelijk moet uitvoeren van jezelf. En dat kan ook meteen jouw actie zijn. Dus dat is jouw enige actie dan op dat moment om dat te gaan uitvoeren. En ga je dat dag in dag uit doen, dan kun je daar een gewoonte van maken. Dat je in ieder geval een half uur focus houdt op je planning. Dus in ieder geval een stukje uitvoert. Dat is waarschijnlijk al beter dan dat je dat helemaal niet doet. En dat kun je dan op een gegeven moment gaan uitbouwen. En dan wordt het leuk. Weet je, dan kun je naar 1 uur gaan. Dan kun je misschien naar 2 uur gaan. Dan misschien nog wel naar 3 of 4 uur. En vervolgens naar een hele dag. En dat je je planning dan iedere keer wel structureel kunt bijhouden. Nou, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze tips en inzichten uit deze video. Laat me ook even weten in de reactie. Heb jij er ook wel eens last van dat jij jouw planning niet kunt uitvoeren? En wat zou jij kunnen doen om dat wel meer en meer te gaan doen? En dus ook structureel te gaan doen. Dus niet alleen nu eventjes, denk aan het gedragvoorbeeld, de takken. Maar ook op de lange termijn. Dus hoe kun je die wortels gaan trainen zodat je het ook continu blijft doen. En dat het je niet meer energie gaat kosten. Maar dat het je juist meer energie gaat opleveren. Laat me dat even weten in de reactie. Wil je nu meer tips en inzichten over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te spreken. Denk groot, start klein.